Veel vrachtwagenchauffeurs hebben last van overgewicht. Vandaag heb ik een afspraak met Danielle Rebel om te kijken naar het eetpatroon van al deze vrachtwagenchauffeurs. Ja, hier hebben we iemand. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, Karin. Rob. Zou ik u wat mogen vragen? Tuurlijk. Ja, ik ben zo benieuwd hoe u onderweg eet. Ik zit gewoon aan het bruin brood. Echt waar? Uit Holland gewoon. Ja. Met magere producten erop. Dus een jaar of twee ben ik mijn eetpatroon helemaal aan het veranderen geweest. Omdat mijn cholesterol veel te hoog was. Mag ik kijken of dat echt zo is? Want je hebt hier een magnetron, zei je? Ja. Maar waar zit hij dan? Oh, dat zit hier boven. Oh, echt waar? Oh, kijk nou. Het zit helemaal ingebouwd. Het is wat. En je had hier ook nog ergens een ijskastje, zei je? Ijskastje zit hier onder bij je hand. Mag ik kijken? Ja, dat kan je even aantrekken. Even kijken of echt waar is dat er gezonde dingen in zitten. Ja, hij is bijna leeg, want het zijn van de open. Oké. Okay. Kijk eens. Oh, zo zie ik het graag. Dit is echt goed om te zien. Oh, Danielle. Ja, hallo. Hallo. Hi, Danielle. Hoi, Karin. Hoi. Dit is de wagen? Ja. Oh, geweldig. Uit onderzoek is gebleken dat vrachtwagenchauffeurs wel gezond willen leven, maar dat het niet echt lukt. Truckers zijn voor het eten vaak aangewezen op vette snacks. Wat je gewoon voornamelijk inderdaad ziet langs de weg is de vette snack. Ja. Dus ja, je kan gewoon veel makkelijker stoppen bij een hamburgerketen dan dat je ergens echt een stad in moet op zoek naar een eetgelegenheid waar je ook nog eens een keer je vrachtwagen kwijt kent. Ja, dat is natuurlijk een probleem. Ja, dan kun je ook niet overal parkeren. Ja, je kan geen kant op. Nee, natuurlijk. Precies. En ja. Om dan dus wat gezonds te kunnen eten. Ja. Hoewel de menukaart al behoorlijk gezonder is geworden, staat de mega bal gehakt toch nog steeds bovenaan de lijst. Karin is benieuwd wat deze trucker bestelt. Mama, een broodje jonge kaas. Ja, dat is alles. Dan kan je toch niet blijven, of wel? Ik ga lekker een uitsmijter bestellen. En wat ik altijd doe, ik neem het zonder brood. Okay. En dat klinkt heel raar, hè, maar het scheelt enorm veel calorieën. En het is net zo lekker. Ik vind het heel erg, ik kan het niet laten. Ik wil heel even in de keuken kijken wat ze daar nou allemaal hebben liggen. René, sorry, dit is een overval. Hallo. Ik was zo nieuwsgierig. Ja, was je nieuwsgierig? Naar de keuken en wat hier nou allemaal ligt. Ik zie helemaal geen vette, slechte dingen liggen. Maar ik ruik wel iets ontzettend lekkers. Maar volgens mij heb je iets verstopt voor me. Nou, niet verstopt. Klopt dat? Hoor. Nee? Dit is nog steeds wel ook de topper die we verkopen. Oh, dat zijn de beruchte truckersballen, dat of niet? Dat zijn onze truckersballen. Ja. Dat zijn dik 225 gram. Oh, heerlijk. Kijk, heerlijk. Dankjewel. Overgewicht kan diabetes 2 veroorzaken, wat kan leiden tot blindheid. Voor een vrachtwagenchauffeur zou dat kunnen betekenen dat het rijbewijs wordt ingetrokken. Een gezondere levensstijl is dus van groot belang. Neem dus vaker je eigen lunch mee.